of welk voorwensel ook, enige gift of gunst. Het gaat ook voor iedereen om de nieuwe wethouders te feliciteren. U bent opnieuw geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Almelo. Heeft u er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is een ontzettend mooie stad met twee prachtige dorpen om wederom 4 jaar aan verder te bouwen. Dus ontzettend veel zin in. U bent geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Almelo en dat voor uw tweede periode. Heeft u er zin in? Ja, heel erg veel. Afgelopen periode vond ik al heel erg leuk, maar ik verheug me ook heel erg op de komende 4 jaar. Arjen Maathijs, u bent voor de tweede keer geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Almelo. Heeft u er zin in? Ja, ontzettend veel zin. En ik ben op de eerste plaats dankbaar voor het vertrouwen wat de gemeenteraad in mij heeft. Dus dat is goed om ook te benoemen. En ik heb er veel zin in. Er liggen mooie uitdagingen voor Almelo in de komende jaren. En daar zet ik samen met mijn collega's graag de schouders onder. Monique van Zanen, u bent geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Almelo. Heeft u er zin in? Ik heb er heel veel zin in, zeker. Ik heb me erop verheugd. Waar gaat u zich de komende 4 jaar extra voor inzetten? Nou, natuurlijk voor een heleboel thema's, maar mijn portefeuilles die concentreren zich grotendeels op het sociaal domein. Dus ik had zorg en we krijgen ook het programma Sociaal en Vitaal en ook het programma Zorg en Veiligheid. Maar ook alles rondom sociale zaken, de participatiewet en wat mij ook heel na aan het hart ligt, alles rondom welzijn, de aanpak van eenzaamheid, mantelzorg. Nou, tal van thema's die ik ook de afgelopen 4 jaar onder mij heb gehad. En ook een aantal extra, waaronder, en dat is ook een hele interessante, nieuwe woningbouwlocaties. Want we willen ook gewoon bouwen, we willen investeren in de stad, we willen stedelijke vernieuwing en herstructurering. En daar zitten ook nieuwe woonlocaties bij waar we aan willen werken en die vallen ook onder mijn hoede. Wat heeft volgens u de grootste prioriteit? Nou, we gaan als college gaan we inzetten op de stadsontwikkeling. We willen gebieden gaan herstructureren. Oude woningen slopen, nieuwe woningen terugplaatsen. We willen de stad gaan vergroten door meer dan 2000 woningen toe te voegen. We gaan ook werken aan het verbeteren van de vestigingsklimaat voor industriële bedrijven. XL2, maar ook voor onze eigen bedrijven die hier zijn en willen groeien. En natuurlijk, de binnenstad blijft veel aandacht vragen. Omdat we dat is ons visitekaartje en daarvoor moeten de mensen naar Almelo komen. Waar gaat u zich de komende 4 jaar extra voor inzetten? We hebben een beetje een herverdeling in de portefeuilles gehad. Ik deed eerst economie en participatie. Ik ga me nu bezighouden met stedelijke ontwikkeling als coördinerend wethouder. En dan in het bijzonder de spoorzone, maar ook de bedrijventerreinen, waaronder ook het XL Business Park. En ik ga me bezighouden met financiën, mobiliteit en economie en arbeidsmarkt. Waar gaat u zich de komende 4 jaar extra voor inzetten? Nou, heb je mijn portefeuille gezien? Daar zit facilitaire zaken in, ICT, dienstverlening, moet ik even goed nadenken, plattelandsontwikkeling, kunst en cultuur, heel erg mooi, duurzaamheid, afval, water, riolering. Ik vergeet vast nog wat, maar dat is een hele waslijst, daar ga ik me zeker voor inzetten. Er is 20 miljoen om te investeren. Wat heeft volgens u de hoogste prioriteit? Ja, dat zijn meerdere punten. Vanuit mijn partij en natuurlijk ook vanuit de coalitie vinden we het sociale gezicht van de stad ontzettend belangrijk. Dus daar gaat ook een substantiële investering op plaatsvinden. Maar tegelijkertijd, en daarom zeg ik het is echt en-en, willen we die stedelijke vernieuwing een flinke impuls geven. En daar is ook een substantieel budget voor beschikbaar om daar de komende jaren ook echt prioriteit op te zetten. Dus het is en-en, sociaal, maar zeker ook in het fysieke domein, in het ruimtelijke domein, dat we weer willen investeren in die stad. Hoe gaat u de komende 4 jaar contacten leggen met de inwoners? Ik heb me voorgenomen veel de straat op te gaan, omdat ik ook de wijken ga doen. Dus veel de wijk in, mensen spreken, horen wat er leeft en op een manier, goede manier zorgen dat we daarop in gaan spelen. Wat gaat u vergeleken met de vorige periode van u als wethouder helemaal anders aanpakken? Niks. Nee, ik denk dat ik heel erg op dezelfde weg blijf doorgaan. Volgens mij zijn we op een goede manier bezig. En dat kan natuurlijk altijd op punten beter. Maar niet zeg maar helemaal anders. Wel dingen verbeteren, denk ik wel. Maar wel op dezelfde weg. Maar we gaan fors investeren in de stad, dat klopt. Hè? We gaan structureel inzetten op stedelijke ontwikkeling. Gaat 3 miljoen naartoe.
En waarom doen we dat? Omdat we personeel nodig hebben om slagen te maken. Dus het zijn ook allemaal mensen die we nodig hebben om die projecten uit te kunnen voeren. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant investeren we in sociaal en vitaal. Daar doen we structureel een miljoen naartoe. We zetten nog een fonds op voor sporten, voor sport, cultuur, kunst en cultuur. Dus dat is ook een goede zaak. En daarnaast denk ik dat die hele herstructurering van de stad, die stedelijke ontwikkeling, daar gaan echt tientallen miljoenen mee gemoeid. Dat zijn echt hele grote bedragen. Daar staan wij natuurlijk niet als gemeente alleen voor aan de lat. Daar hebben we ook de provincie bij nodig. Maar ook het Rijk en bijvoorbeeld projectontwikkelaars die natuurlijk daar ook verdienmodellen in hebben zitten. Dus meerdere overheden en private partijen moeten de handen ineenslaan, zodat hier 3400 woningen kunnen worden gebouwd. Zodat mensen de krapte op de huizenmarkt naar beneden gaat. Dat dat weer minder verhit wordt. Dat mensen goed, fatsoenlijk aan een woning kunnen komen. En voor ondernemers geldt dat we voldoende bedrijfsruimte en kavelruimte gaan organiseren, zodat ze hun uitbreidingsruimte kunnen benutten. Er is 20 miljoen om te investeren. Wat heeft volgens u de hoogste prioriteit? Dat kan ik je nu nog niet zeggen, Henk. Want weet je, ik ga me eerst oriënteren op de organisatie, de collega's. We hebben een coalitieakkoord liggen en dat is op hoofdlijnen. Dus dat moet ook nog uitgewerkt worden. Dus daar heb ik nu nog geen antwoorden op. Hoe gaat u de komende 4 jaar contacten leggen met de inwoners? Nou ja, ik sta erom bekend als een veel zichtbare wethouder. En ik kom graag naar allerlei organisaties, bedrijven, instellingen en ook inwoners toe. Om te laten zien het gezicht van wat er in dit gemeentehuis gebeurt. Om dat naar buiten toe ook te laten zien. Ongetwijfeld komen alle inwoners mij veelvuldig bij allerlei activiteiten in de stad tegen. Wat gaat u vergeleken met uw vorige periode als wethouder helemaal anders doen? Ik denk dat het voor mijzelf belangrijk is dat de balans tussen werk en privé, dat ik daar ook voldoende aandacht aan besteed. Zeker ook als ik kijk naar de afgelopen 3 maanden, toen ik de portefeuilles van onze collega Alex Langius erbij heb gehad onder mijn portefeuilles. Heb ik echt wel monnikenwerk verricht, al zeg ik het zelf. Dus gewoon lange dagen. En dan heb je af en toe wel eens dat de balans tussen werk en privé wel wat naar de verkeerde kant doorslaat. Dus zeker ook aandacht voor thuis, want als het thuis goed gaat, heb ik ook alle mogelijkheid om het voor de stad goed te doen. Waar gaat u zich de komende 4 jaar extra voor inzetten? Nou, nieuw in mijn portefeuille is dat ik coördinerend wethouder voor leefbare wijken ben. Dus ik ga me de komende 4 jaar extra inzetten op wijkniveau om te zorgen dat de inwoners in de wijken een leefbare en veilige wijk hebben. De energieprijzen reizen op dit moment de pan uit en u voelt natuurlijk mijn vraag wel aan. Wat heeft dat voor consequenties voor het nieuw te bouwen zwembad? We zijn heel erg blij dat we dat besluit hebben genomen om een nieuw zwembad te bouwen. Daar ga ik ook als wethouder mee door, dat blijf ik ook doen. Het nieuw te bouwen zwembad is all electric, dus dat is van het gas af. En nu, die gasprijs, die drukt enorm op de exploitatie van het zwembad, hè, in negatieve zin. Dus hoe eerder dat bad gebouwd wordt, hoe beter. We zitten in de aanbesteding. En op het moment dat we daar wat nieuws over te melden hebben na de zomer, dan komen we daarbij terug. Dus zo snel mogelijk dat bad bouwen. Maar ook dat is weer gecompliceerd, omdat op dit moment de materiaalprijzen heel erg hoog zijn. Dus aannemers zijn ook wel wat huiverig om in te schrijven, vanwege de grilligheid van de markt. Hebben daar veel vragen over en daarin proberen we ze nu zo goed mogelijk te beantwoorden. Dus de aanbesteding loopt, maar het is een complex proces en ik hoop dat we dat tot een goed einde kunnen brengen. Zodat er zo snel mogelijk gebouwd wordt, dat het zwembad van het gas afgaat en dat uiteindelijk dat resulteert ook in een houdbare exploitatie. Want dat is op dit moment niet het geval. Hoe gaat u de komende 4 jaar contacten leggen met de inwoners van de gemeente Almelo? Ja, volop. Weet je, ik ben als wethouder vrij benaderbaar, denk ik. Er zullen altijd mensen anders over oordelen. Ik woon in deze stad, ik werk in deze stad. Mensen kunnen me aanspreken. Ik richt me ook tot u kijken. Als u een vraag heeft of behoefte heeft aan een kop koffie, bent bij mij altijd welkom. U kunt mij een mail sturen via a.maathuis@almelo.nl. En ik blijf ook reageren op de social media. Fake accounts zeg ik ook altijd, daar reageer ik niet op. Dus iemand moet wel met naam en toenaam herleidbaar zijn. En de deur staat bij mij altijd open. We hoeven het niet altijd eens te zijn, zeg ik ook.
Want je kunt ook soms gewoon verschillen van politiek standpunt. Maar de deur staat open om een kop koffie te drinken en in ieder geval begrip te hebben voor elkaars standpunt. En dat is in deze tijden ook heel erg belangrijk. Dat punt heeft u gemaakt. Wat gaat u de komende 4 jaar helemaal anders doen vergeleken met uw eerste periode als wethouder? Nou, ik ga niet veel anders doen. Ik ga me met volle overgave inzetten voor deze stad, voor deze mensen die in deze stad wonen en werken. En ik ga me inzetten voor de ondernemers. Dat heb ik ook gedaan de afgelopen 4 jaar en dat blijf ik ook doen. Want uiteindelijk zorgen die ervoor dat er geld verdiend wordt, dat er brood op de plank komt voor heel veel gezinnen in Almelo en in Twente. En dat is super belangrijk. Dus ik zet me in voor de inwoners, voor de bedrijven en de ondernemers binnen die bedrijven. En dat blijf ik doen. Dus desnoods zet ik nog een stapje harder. Hè? Dus dat ga ik misschien anders doen ten opzichte van de afgelopen 4 jaar. Maar ik blijf me gewoon inzetten. Vol overgave, vol passie. En ik vind het leuk om te doen. Dat zien mensen soms ook aan me. En ik ben heel erg dankbaar dat ik dit nog 4 jaar mag doen. Hoe gaat u de komende 4 jaar contacten leggen met de inwoners van de gemeente Almelo? Ik denk op de fiets de stad in. Ja. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die mij vragen om een gesprek. Nou, dat gaan we invullen. Tot slot, wat zijn uw verwachtingen? Dat ik heel veel plezier aan ga beleven. Dat we mooie dingen gaan doen met elkaar. En de verwachtingen. Ik ga het zien. En Pippi Langkous zei het al, hè? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek en ik wens u oprecht heel veel succes.